De koude wintermaanden staan weer voor de deur. En dan wil je natuurlijk lekker onder de wol kruipen. Maar hoe zorg je er nou eigenlijk voor dat je lekker slaapt? Wij vragen het Luc van beddenspecialist Verkade. Ja, Luc, hoe doe je dat nou eigenlijk, goed slapen? Ja, Dennis, goed slapen, dat is belangrijk. Want als jij goed slaapt, ben je beter uitgerust, ben je scherper op werk, ben je scherper bij de sport. Ja, eigenlijk, het is ook lastig. Want als jij je ogen dicht doet, je vergeet direct wat je aan het doen bent. Daar hebben wij de slaapidee voor. Dan kunnen wij eigenlijk met je meekijken. Dus hoe lig jij? Lig jij op je linkerzij, op je rechterzij? Of lig je misschien wel gedraaid in bed? Wat ook funest is, waar je eigenlijk rugklachten van kan krijgen. Dus nou ja, dat kan je bij ons komen doen. Dan kunnen wij samen met jou kijken wat voor jou het beste is om te slapen. Nou, laat het maar eens gaan testen dan. Helpt rusten. Ik heb dus 3 nachten met het slaapidee geslapen. Best onrustig. En ik ben heel benieuwd wat het resultaat is. Dus Luc, die wacht nu op me. Hey Luc, hey, ik ben benieuwd naar het resultaat. Kijk, nou gaan we wel eens even goed bekijken hoe jij geslapen hebt de afgelopen 3 nachten. Ja, ik schat in erg onrustig. Nou, we gaan het zien. Ja. Ik heb al jouw gegevens nu naar voren gehaald. En ik kan dus zien in welke houding jij op welk moment gelegen hebt. Dus zo kan ik daaraan relateren hoe jij slaapt. Wat je gedaan hebt in de nacht en zo. Nou, kunnen we daar een advies over uitbrengen? Nou, ik ben benieuwd. Ja. Nou, hier in het begin waren je gemiddelde waardes. Hier kan ik je duur van je ligging zien. Nou, je bent een goede slaper. Je ligt ongeveer 8 uur en 3 kwartier te slapen. Nou, dat is iets boven gemiddeld. Ja. Maar dat zorgt wel dat je net even ietsje meer uitgeslapen kan zijn en even iets scherper bent. Dus, nou, dan ook je temperatuur. Je temperatuur is op een mooie constante, een mooie gemiddelde, dus dat is prima. Maar ik zie hier wel dat je erg veel aan het draaien bent. Je bent erg onrustig geweest de afgelopen nachten. Dat dacht ik al. Dus dat is jammer, maar daar gaan we straks meer op in. Hier kijken we nu naar de eerste nacht. Zoals je ziet gebeurt er heel veel. Ja, dat zie je zeker. Bij die zwarte lijn, dat is je temperatuur, die is ook heel erg druk. Dat kan een verband hebben dat je heel druk bent geweest, dus dat je steeds koude lucht onder je dekbed blaast. Maar het kan ook zijn dat jij een dekbed hebt dat niet mooi je warmte afvoert. Hier zie je dus dat je regelmatig op de rug ligt. Je ligt op de linkerzij lig je iets drukker en op de rechterzij lig je eigenlijk heel weinig. Ja. Dat heeft echt wel een beetje, dat doet me denken dat je echt die strakke rugslaper bent. Maar dat de zijliggingen gewoon wat minder prettig zijn. Dat je daar minder lang je houding op kan houden. In nacht 2 zien we een heel ander beeld. Ja. Hier zie je, dat je in het begin dat je gewoon even meer rust pakt. Dat je daar meer uitgeslapen wordt. En uiteindelijk zie je hem iets drukker worden naarmate de nacht vordert. Maar dat klopt, want dan heb je diepe slaap een beetje gehad en kom je in je droomslaap. En de laatste nacht, dat is niet eens een herhaling van je eerste nacht, maar dat is echt een drama geweest. Ik zie het. Je moet vanmorgen kapot opgestaan zijn, want je hebt geen moment stilgelegen. Nou, dat viel dan wel weer mee, maar inderdaad wel een paar kopjes koffie op vandaag. Ja. En mijn advies hieruit zou zijn om toch te kijken of je iets beter op je zij zou kunnen gaan liggen. Dus kijken, is het bed wat je nu hebt, het kussen wat je nu hebt, is dat geschikt voor jou als zijslaper? Of heb je misschien een iets hoger kussen nodig? Of een matras waar je schouder iets verder in weg kan zakken? Ja, en hoe kom ik daar dan achter? Ja, dat kunnen we hier samen in de winkel gaan testen. Je kan ook bij ons test kussens meenemen. Dus dan krijg je een kussen mee en kan je daar thuis op je eigen bed proberen of dat het kussen voor jou is. Is het hem niet, kan die gewoon weer terug. Dus zo kunnen we dat gaan uitzoeken. Nou, laten we dat maar gaan doen. Nou, zo'n nacht als woensdag wil ik dus nooit meer meemaken en ik hoop dat dit testkussen mij daarvan af gaat helpen. Dank voor het kijken.